Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar het IVM Moestuintje Journaal. Je kan natuurlijk gewoon je wortels en cherry tomaatjes in de winkel kopen. Maar het is veel leuker om ze zelf op te kweken. En dat gaan we vandaag doen. En nu ga ik langs bij Paul en Cora. En zij hebben een eigen moestuintje in de Grubbevorst vlakbij Venlo. Hey, ik zie hier heel veel andijvieplantjes. Hebben ze dan nog voldoende ruimte om te groeien? Nou, op dit moment nog wel, maar dan moet er heel snel verspeend worden. Zoals je ziet zitten er heel veel zaadjes in. Dat zijn er wel bijna 30 plantjes. En als je bedenkt hoe groot een andijvieplant kan worden, kan je ze het best het matje in vieren knippen. En dan kijk ik wel even dat ik niet door de zaadjes heen knip. Dan gaan ze stuk. En dan kan ik in 4 potjes andijvie kweken. Dan krijg ik veel meer planten. Hier zie je 4 rode bietenzaden. Maar eigenlijk zijn het er veel meer, want elk bolletje wat je ziet bevat meerdere zaden. Kijk, er zijn 9 plantjes uitgekomen uit die 4 zaadjes. Oh ja, dus er komen meerdere plantjes uit 1 bolletje zaad van de biet. Zullen we verder tuinieren in de tuin? Ja, laten we naar de moestuin lopen. Oké, dus dit is jullie eigen moestuin. Mooi en groot. Dit is dus een van onze preiveldjes. Ja, in dit groene hier, is dat onkruid? Nee. Dat is snijbiet. Die heeft zichzelf uitgezaaid hier. Snijbiet? Ja. Is dat wat er met je vinger is gebeurd? Of? Nee, dat lukt snijbiet niet. Okay. Dit is een pech met de cirkelzaag. Oeh, ja. Oké. Okay. Oh. Sorry. Ja, je did it. Hey Paul, ik kreeg thuis een potje met cherry tomaatjes. Ja. Kan ik die al zaaien? Ja, dat kan zeker. Ik zou begin volgende maand doen. En als ze dan een centimeter of 5-6 zijn, zou ik ze in een potje zetten, apart. En dan buiten in een kas. Dan voorkom je namelijk dat het van die lange slungels worden. Ik wilde ze eigenlijk in een vensterbank zetten, maar dat kan dus niet. Nou, in een vensterbank heb je het nadeel dat het te warm is en dat hij dan scheef gaat groeien naar het licht toe. Oh. En nu nemen we een kijkje bij de volkstuin van Dorthy van IVN Veenendaal Rhenen. Hey Dorthy, waar staan we nu? We zijn op het volkstuincomplex in Veenendaal. En dit gedeelte is helemaal jouw eigen stuk? Ja, dit stukje is 95 vierkante meter. Het ziet er nu nog een beetje uit als Dorthy's dorre vlakte. Ja. Maar daar gaan wij de komende 16 weken verandering in brengen. Ja. En wat vind jij nou zo leuk aan moestuinieren? Hoe alles groeit. Dat je een zaadje in de grond stopt en dat daar iets uit komt groeien. Eigenlijk is het elk jaar een ontdekkingsreis. Je bent al druk bezig geweest, zie ik. Ja, ik heb al een aantal dingen voorgezaaid. Hey, ik zie hier dat het matje een beetje omhoog komt. Dan duwen de kiemen, die duwen dat zaaimatje een beetje omhoog. Nou, wat ik gedaan heb, is gewoon met een klein prikkertje. Het moet wel goed vochtig zijn. Ja. Heb ik dat gewoon een beetje zo open gemaakt. En dan kan het er wel doorheen groeien. Ah, ja. Hey, hoezo heb je de worteltjes nou in 2 verschillende bakjes gezaaid? Om te vergelijken. Hier heb ik het matje uit elkaar gehaald, de zaadjes eruit gehaald. En hier 1 voor 1 in het bakje gezaaid. Want die plantjes hebben ruimte nodig. En elk worteltje heeft straks zeker 5 centimeter nodig. Maar is het dan niet handiger om meteen in een grote pot te zetten of direct in de tuin? Ja, dat is zeker handig. Zullen we het gaan doen meteen? Ik ga eerst een gleufje maken voor de zaadjes. Nou, ik heb er ook 3. 2. Hij waaide weg. Ja, nu dek je het een beetje toe. Nou, dit is ons rijtje worteltjes. Daar staat de wilde rucola. Die heb ik vorig jaar gezaaid. Ja. Komt nu ook weer op. Die gaat helemaal uit zijn dak. Die gaat helemaal uit zijn dak en we gaan hem nu eten. Oké, okay, lekker. Hier, daar ga je er gewoon eentje van plukken. Oh ja, dat zand schuurt lekker de tanden, hè? Dat is net als elke lekker. Ah, je kan het een beetje vanaf wrijven. Lekker pittig. Mijn tip van de week is: peterselie en wortel kun je voorkiemen op een warme vensterbank. Maar zodra het eerste puntje zichtbaar is, moeten ze naar een koele plek, bijvoorbeeld op een slaapkamer. Onze tip van de week, dat is dat je broccoliplantjes op tijd moet verspenen. Voor deze is het al veel te laat. Dit is een mooi formaat om te verspenen. Verspenen is dat je de plantjes uit elkaar haalt en ieder in een grotere pot zet. En mijn tip van de week is, kijk volgende week weer. Want dan gaan we weer terug naar Marianne en Leonie en kunnen we zien hoe het met onze plantjes gaat. De groentjes!